Hoi allemaal, welkom weer bij Barry's Internetclub. Ik ben aan het spelen, het tweedejaarsdagtoernooi. En ik zal dit spel voorbij komen en ik denk, weet je, ik ga het even opnemen om te laten zien hoe dit werkt. Het is namelijk het antwoord op een volgbod van Eensans. We weten allemaal, denk ik, de antwoorden op het openingsbod van Eensans. Maar wat zijn nu de antwoorden op het volgbod van Eensans? En die zijn eigenlijk ongeveer hetzelfde. Dat is eigenlijk makkelijk te onthouden, want als het gaat een ruiter, een sans... Een sans betekent 15 tot 17 punten. Dus dan gaan we gewoon weer op dezelfde manier redeneren. Ik heb 7 punten. Dus ik heb maximaal 7 plus 17. Hebben we 24 punten samen. Niet genoeg voor de marge. Ik heb geen hoge kleur. Want Steeman zou hier nog steeds gelden. Dat kan ik ook laten zien. Twee klaver zou Steeman zijn. En twee ruiten zou Jacoby zijn. En twee harten zou ook Jacoby zijn. Dus dat is allemaal nog hetzelfde. Maar wij gaan hier passen. En we gaan één sans afspelen. Een van de moeilijkste spellen om af te spelen, vind ik vaak. Eén sans ertoe. Het komt omdat dat de punten dan een beetje verdeeld zitten. Maar laten we eens even kijken of dat we hier iets moois van kunnen maken. Nou, in sans ga ik eerst mijn slagen tellen. Wat een mooie klaver, zeg. Ik tel 5 klaverslagen. 1 ruiter en 1 schoppen. Nou, dat zijn er al 7. Even goed naar de bieding kijken. Ook altijd belangrijk om goed te kijken naar de bieding. Want de meeste punten zitten in West. We hebben 17 plus 7 is 24 punten samen. Er zijn er nog maar 16 over. En daarvan zitten ze bijna allemaal in West. Dat is wel belangrijk om te weten. Om in de gaten te houden. Nou, hier doen we de tweede man laag. Ja, die speelt de 10. Nou, laten we een kleintje spelen. Houden we hem een keertje op. Dat heeft meteen succes. Je ziet, de tegenstanders weten ook niet altijd hoe het zit. Speel schoppenboer. Nou, de ruitendekking hebben we nog, dus we kunnen heel op het gemakje gaan snijden. Dat is gelukt. Ja. Oké. Dus ik denk dat... ja, dus even goed nadenken nu. Hoe we dit het beste kunnen spelen. Want het belangrijkste in sans is niet alleen slagen tellen aan het begin, maar blijven tellen. Dus gaan we gewoon weer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slagen. We zijn er al. Laten we eerst die klavers eens gaan spelen. Misschien dat er nog wat moois gebeurt. Ik durf niet een hartje naar de koning te spelen. Voor hetzelfde geld krijgen we al die hartjes om onze oren. Ik schop een 7. Je kaart om bij te houden. Klaver 6. We blijven heel geconcentreerd spelen. Want hier pak ik schoppen A's. Ik ga schoppen 7 weggaan. Dus als ik met schoppen 8 schoppen 9 eruit plaag. Kijk, dan heb ik gewoon schoppen 6 op slag. Zo zie je maar, het is belangrijk om op de kleine kaartjes te letten. Nou, nu kunnen we nog een hart te proberen. Hey, hart A staat zelfs goed. Maken we niet meer. Dus ook zo hadden we een extra slag kunnen verdienen. Dat is een leuk spelletje. Zo zie je maar, als je één sans afspeelt, zit er heel vaak veel in zo'n spel. Nou, nog eens even één spelen. Zeventien punten. Dus hier openen we gewoon zelf één sans ertoe. Thema is één sans. Twee klaver Steeman. Partner heeft minimaal 8 punten. We bieden 2 ruiten, geen 4 kaart hoog en 3 sans. Nou, wat weet je nu van partner? Hij heeft 10 of meer punten en hij heeft 1 of 2 4 kaart hoog. Hij heeft een 9, maar met 9 mag het mij ook wel. Beetje enthousiast. Gaan we eens even kijken
Gaan we slagen tellen. Ik maak 2 hartenslagen. En 4 klare slagen. Dat is 6. Dat is nog wat magertjes. Ik zie wel ruiten om te ontwikkelen. Dus ik ga straks de ruiten zelf om te ontwikkelen. Maar eerst gaan ze schoppen spelen. Schoppen de koning. Nou, ruiten. Ze helpen ons gewoon met het ontwikkelen. Het belangrijkste is dus slagen van tevoren tellen, maar blijven tellen. Dus laten we nog een keer tellen. 1, 2 in ruiten. Plus 1 in schoppen is 3. Plus 2 in het harten is 5. En plus 4 in klaver is 9. Soms lossen problemen zich gewoon vanzelf op. We moeten ze gewoon opraven. Geen hogere wiskunde meer. Ik denk dat de tegenstanders de laatste harten gaan krijgen. Maar ik speel eerst alle andere kleuren. Want wie weet gooi je iets verkeerds weg. Nou verwacht ik dat niet, maar altijd proberen. Naast is voor harten voor. Ja, we hebben 9 slagen gemaakt. Nou, eens kijken wat het commentaar van Barry is. Barry maakt ook contact. De Zuidhand valt binnen de range van 15 tot 17 punten. Nou, 2 klaver. Ja, je ziet ook Noord vinden stevige 9 punten, noemt Barry dat. Het is gewoon een mooie hand. En Barry heeft ook contact gemaakt. Heel goed. Nou, laten we nog 1 spel doen. En dan ga ik de video afsluiten. 2 sansen toe. Nou, ik ga weer 2 dingen doen. Gaan we naar de march. En welke, wat wordt de troefkleur? Ja, ik heb 4 punten. Dat is een beetje een twijfelgeval. Maar met zo'n 6 kaart harten bied ik in ieder geval 3 ruiten. Jacobic transfer. Nou, die biedt 4 hart hoor. Kijk, het zou kunnen zijn 20 plus 4 is 24. Dat zou ook 26 punten samen kunnen zijn. En met zo'n hele mooie harten ga ik zeker de march bieden. Nou, gaan we eens even kijken naar de verliezers. De verliezers tel ik vanuit de hand met de lange troef. Ik tel 2 hartenverliezers. Daar komen we echt niet onderuit. En ja, voor de rest misschien een klaververliezer. In klaver hebben we de 9 samen. Dus in 9 samen, met 9 samen gaat mijn strategie worden om te slaan en niet om te snijden. Maar daar zijn we nog niet aan beland. We gaan eerst ruit pakken en zo snel mogelijk harder spelen. Ik wil het risico op introkkers zo klein mogelijk hebben. Meteen weer harder. Ik wil nu eerst schoppen aas en een schoppertje getroefd. Dan ben ik overgestoken naar mijn hand. Dan kan ik die hart eruit halen. Even kijken hoor. Ja, dus dit is eigenlijk wel een hele bekende positie. Want ik heb 9 klavers samen. En met 9 samen gaan we, is de beste kans om te slaan. En niet om te snijden. Toevallig zit het ook zo. Dus ja, toevallig, het is de grootste kans dat het zo zit. En blij dat het in het voorbeeld ook goed zit natuurlijk. Maar dit is wel leuk om te weten. Stel je voor dat ik 8 klavers samen zou hebben. Dat hier een klavertje minder zou zijn. En de tegenpartij heeft 1 klavertje meer. Dan zou ik moeten snijden. Dat noemen ze wel eens 8 ever, 9 never. Het gaat over het snijden op de vrouw. Let op, het gaat over het snijden op de vrouw. Niet op de koning. Dus bij het snijden op de vrouw, 8 ever. Dus bij 8 ga je altijd snijden. En 9 never. Bij 9 ga je altijd slaan. Nou, dit voorbeeld was goed. Ik zou zeggen, bedankt voor het meekijken. En tot ziens aan de brikstafel.